gaan we even aanzingen. Ik ben Isabel en ik woon in de Onze Lieve Vrouwstraat. Wij zijn 8 jaar geleden begonnen met straatwerking. Wij hebben via Stadsmakers budgetten aangevraagd. En met die budgetten hebben wij straatfeesten georganiseerd. En daarmee hebben we de buren elkaar allemaal leren kennen. Via al die straatfeesten hebben wij gemerkt dat er heel veel mensen in de straat muziek spelen. En zodoende is er een straatkoor opgericht. En vanavond hebben we repetitie. Stadsmakers helpt een straat door financiële middelen te verschaffen en materiaal te ontlenen aan de straat. Zodoende dat je echt tafels, stoelen op straat kan zetten, eten en drank kan aankopen en met al de buren buiten op straat komen en er allemaal van te genieten natuurlijk. Hè. Toen wij hier kwamen wonen 15 jaar geleden, kenden de buren elkaar bijna niet. De naaste buur kende je. En mensen spraken ons aan na het geven van feesten van ik woon hier al 20 jaar en ik kende die buur en die buur niet. En nu komt iedereen de deur uit, 's morgens, en iedereen kent elkaar. Iedereen zegt goeiedag. Iedereen gaat ergens aanbellen, ik heb een ajuin nodig. Of kan je op mijn kind letten, mijn kind is ziek. Of iemand wordt geopereerd en dan breng je een bloemetje. Zo'n straat zijn wij. Fantastisch. Iedereen maakt zijn stad, hè. Iedereen die initiatief neemt en naar buiten komt uit zijn deur en met zijn buur praat, maakt mee de stad. Dat is voor mij zo. Wij hebben een keitoffe straat. Waarschijnlijk hebben jullie dat ook of moeten jullie dat nog ontdekken. Dus ga eens een kijkje nemen bij Stadsmakers. Zeker doen. Een straatfeest brengt buren dichter bij elkaar. Ook uw straat kan een feest of andere activiteit organiseren. Stadsmakers helpt u daarbij. Voor meer info en aanvragen kan u terecht op www.stadsmakers.be.